Liefhebbers van harde rockmuziek trokken de stoute schoenen aan en organiseerden dit weekend het eerste Paul Plant Open Air Festival in Openluchttheater Engbergen bij Gendringen. De organisatie wilde Achterhoekse rock- en metalbands de kans geven om zich in hun eigen omgeving te laten zien. Er komen steeds meer jongere bands bij wie echt gewoon goede metal spelen. Of streektaal rock, ook belangrijk. Je kunt sowieso wel merken dat een beetje gitaarmuziek een beetje een opkomst is hier in Nederland. En vooral ook in de Achterhoek. Oh, ik vind het fantastisch dat dit georganiseerd wordt. Het zal wel eens een keer tijd worden voor een ouderwets metalfestival. We hebben hier van allerlei soorten festivals met allerlei, ja, vooral coverbandjes en een beetje het middle of the road werk. En eindelijk, zoals je hoort, er komt weer wat geweld aan. Heerlijk. De muziek is ruig. Is de sfeer dan ook ruig? Nee, de sfeer is aardig netjes eigenlijk. Over het algemeen zijn de metalheads en de hardrock fans en zo, dat zijn niet echt van die vechtjassen. En die gaan gewoon lekker hun biertje drinken en lekker naar de muziek luisteren. Beetje headbangen en vooral de handjes in de lucht natuurlijk met de hoornjes. Hoewel de sfeer volgens de organisatie prima was, viel de publieke belangstelling tegen. Een vijftigtal met name Duitse metalfans wist de weg naar het festival te vinden. Toch blijft Tunte enthousiast over het Power Plant Open Air Festival. Muzikaal bevalt hij hartstikke goed. De bands die spelen hartstikke goede muziek en het is ook gezellig. Ja, de opkomst is nog even iets minder, maar goed. Het is het eerste jaar, dus het was sowieso even koffiedik kijken. En volgend jaar gaan we gewoon weer lekker verder. Ik denk dat met de volgende editie, wanneer eenmaal wat bekendheid heeft, dat wel goed komt. En ja, hopelijk er nog wat grotere naam erbij en dan wordt gewoon weer feest.